Kijkers van Loek TV, welkom bij deze aflevering van Stadserf. De rubriek op Loek TV waarin we praten met de vijf wethouders en de burgemeester. En vandaag, heel aardig, voor de eerste keer gaan we praten met wethouder Vissers. Mevrouw Vissers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom in het programma. Dank u wel. Wij hebben in Schiedam de kritische gewoonte om wethouders via Loek TV in deze rubriek te volgen. Nou, ja, het woord nieuw is een beetje misplaatst, want zo nieuw bent u langzamerhand niet meer in Schiedam. Vanaf 22 april. Ja, dan mag je toch niet meer. Dan ben je door de Witte Broodsweek heen. Ja. Toch eventjes voor mensen die zeggen van, goh, ja, dat is toch wel echt een nieuw gezicht. U bent 22 april begonnen. Tussen 22 april en nu, waar heeft u zich vooral mee bezig gehouden? Met alle taken die ik op me heb gekregen. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ik de nodige dingen heb moeten doen op het gebied van milieu en duurzaamheid, op het gebied van cultuur, cultuureducatie, milieueducatie, verkeer en vervoer. Dat is natuurlijk ook iets wat in zo'n grote stad heel belangrijk is. Denk maar aan de parkeerproblemen en het gemeentearchief. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk wel een beetje de hoofddingen die ik waar ik me heel erg snel op moet oriënteren en waar ik ook de nodige inspanningen allemaal op verricht. Ja, nou kan ik me voorstellen. En dierenwelzijn, de beestjes niet te vergeten. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat u eigenlijk al een beetje op een trein moest springen die al aan het rijden was. Buiten dat komt u niet vanuit Schiedam. Nee. Heeft u dat in het begin lastig gevonden? Ja, want ook al is het werk je bekend, hè, ik ben natuurlijk wethouder geweest in een andere gemeente. Dan nog ken je natuurlijk alle mensen niet en weet je ook niet hoe het in Schiedam allemaal geregeld is. Dus het vergt ook nog wat inwerktijd. Ja. Maar ja, niemand heeft natuurlijk het geduld om af te wachten tot jij overal bekend bent. En dus je gaat ook gewoon direct aan de slag. Als je daarop terugkijkt, hoe was de ontvangst in Schiedam? Ja, nou eigenlijk heel erg goed. Er zijn mensen die me meegenomen hebben op de fiets. Want Schiedam is natuurlijk toch wel een compacte stad. Mm-hmm. Zo van, kom eens kijken, hier hebben we het allemaal over. Hier gaat het allemaal over. Mensen zijn ook heel gastvrij. Dus ik ben bij verschillende instellingen uitgenodigd. Ik ben ook overal gaan kijken. Ja. Nou, ik heb natuurlijk ook portefeuilles, of portefeuilles heet hij, maar de taken waarbij het heel belangrijk is dat je je gezicht laat zien bij allerlei activiteiten. Mm-hmm. Dus zo langzamerhand heb ik me... Gaat zich thuis voelen. Maanden, ja. Gaat zich thuis de laatste voelen, maanden wel erg bekend kunnen maken en bekend kunnen laten geraken met alles wat hier gebeurt. Ja. Ja. Als u uw werk hier in Schiedam vergelijkt met uw voorgaande gemeente, hè, wat is nou een beetje het verschil in sfeer en gemeente? Of maakt dat wat werk betreft niet zoveel uit? Nou, het werk zelf maakt niet zo heel veel uit. Hè. Je hebt natuurlijk ook je collegevergaderingen. Je moet ook over een heleboel zaken beslissingen nemen. Je moet ook zorgen dat je heel goed weet wat er allemaal speelt. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Mm-hmm. Maar de omgeving is wel heel anders. Hè. Ja. Dit is gewoon een grote stad. En de gemeente waar ik vandaan kom, dat was... Een plattelandsgemeente, weliswaar met heel veel industrie, maar vooral ook gekenmerkt door 14 kleine dorpjes en kleine leefgemeenschappen. En die dorpjes die lagen ook nog ver uit elkaar, dus er was ook nog heel veel plattelandsgebied. Ja. Vindt u het harder? Dat is toch anders dan de zeker. Stad. Vindt u het harder hier in de stad? Gaat het allemaal wat harder en wat meer minder persoonlijker? Of zegt u, nou, dat is allemaal voorbij, dat is overal hetzelfde? Nou, dat... Nee, het is niet minder persoonlijk. Ik vind het ook niet harder. Je hebt natuurlijk wel problematiek hier die we in West-Brabant niet hadden. Nee. Dat is ook logisch als je zo dicht bij Rotterdam zit. Ja. En, dus dan, dat is ook heel logisch. En als je zoveel mensen op een kleine oppervlakte hebt wonen, dan zijn er gewoon andere problemen. Parkeerproblemen kenden we niet hoor. En we hadden geen betaald parkeren en we hadden geen vergunning parkeren en noem maar op. Ik bedoel, dat soort dingen, dat hoort wel echt bij een grote compacte stad. Maar... Nee, ik vind het niet harder. Mensen zijn mensen gelukkig zijn net zo toegankelijk. En, Nou, u noemde het net zelf al. Laten we maar eens beginnen met verkeer. U gaf dat zelf al aan. Parkeerproblematiek.
Nou, dat is van oudsher al een beetje bekend in Schiedam. De binnenstad kent een eigen problematiek. Ja, ja, ja. Daar worden we vaak op afgerekend. Wel een leuke binnenstad, maar je kan er niet parkeren. Schiedam-Oost heeft grote parkeerproblematiek. Veel autootjes, maar daar kan weinig mee. Ja. Daar is al menig wethouder toch 4 jaar lang mee bezig geweest. Hij heeft de tanden erop stuk gebeten. Ja. Laten we eens over die binnenstad beginnen. Ziet u vanuit uw positie en vanuit uw persoonlijkheid toch wel oplossingen om daar wat aan te doen of te gaan doen? Het mooiste zou natuurlijk zijn als je gewoon parkeerruimte kunt creëren. Want het is allemaal gestapelde bouw. Het is ook een historische binnenstad. Ja. Dus je hebt te maken met kleine straten, met moeilijke toegankelijke bruggetjes en kades. En je wilt daar ook niet al te veel auto's langs hebben. Mm-hmm. Dus dat blijft wel een probleem. Maar een van de oplossingen wordt toch de parkeergarage die we gaan bouwen aan de westkant. Ja, met de Westmolenstraat. Dat wordt natuurlijk toch wel een van de oplossingen. Ik bedoel, het mooie zou zijn als het ook gewoon heel toegankelijk is voor vergunninghouders, voor mensen die er wonen. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk de parkeerruimtes aan de rand van het centrum. Het PNR-terrein bij het station. Je zou natuurlijk wel willen dat mensen die hier komen gebruik maken van de parkeergarages die er al zijn. En van de parkeerterreinen die daarvoor bestemd zijn. Ja. Dus daar kun je op sturen. Ja. Hoe doet u dat op sturen? Nou, dan kun je aangeven met je routebewijzering. Ja. En dat gebeurt nog niet, begrijp ik. Dat gebeurt wel, maar je kunt daar wel strenger in zijn. Ja. Het andere is natuurlijk dat je, net als zo'n parkeerprobleem in Oost, je probeert dat op te lossen met gereguleerd parkeren. En dan merk je tegelijkertijd dat er weer allerlei gevolgen heeft voor gebieden die daar weer aan pauwen. Want die krijgen dan weer de parkeeroverlast. Ja. En je krijgt het niet echt heel goed geregeld. Je kunt er wel proberen. We proberen dat nu ook weer door gereguleerd parkeren in te voeren. Door te zorgen dat vergunningen beperkt blijven. Door te zorgen dat de mensen die het niet echt nodig hebben, dus noem maar een voorbeeld waar nou iedereen het ook over heeft. Hè. Al die mensen die hier werken in het gemeentehuis, die hoeven daar niet te parkeren. Nou, dat klopt ook, denk ik. Ja. Dus we moeten ook proberen om gedrag te veranderen. Ja. Maar dan nog blijft het natuurlijk zo dat je gestapelde bouw hebt en dat iedereen heel veel... ieder gezin heeft gemiddeld meer dan 2 auto's. Zoveel plek heb je niet in de openbare ruimte. En je wilt daar ook nog plek hebben voor fietsers. En je wilt er ook nog plek hebben voor fietstrommels. En je wilt daar ook nog een plaats hebben waar mensen de scootmobiel kunnen parkeren. Ja. Dus ik bedoel, je hebt maar heel beperkt ruimte. Maar eigenlijk zegt u in bedekte termen van eigenlijk is het niet op te lossen. Ik denk het wel. Ik denk maar dan zou je harde maatregelen. Maar je moet denk ik mensen ook bewust van maken dat ze in een gebied wonen. Ik bedoel, ik kom zelf uit een gebied waar het openbaar vervoer heel slecht geregeld is. Ja. Maar in Schiedam zelf kun je bijna alles per fiets doen. En je hebt allemaal, je hebt een tram, je hebt een metro, je hebt een treinverbinding. Ook de vraag of het nodig is dat iedereen een auto voor de deur heeft. Heeft u het openbaar vervoer persoonlijk in Schiedam gecontroleerd op wat is te bereikbaar, waar kun je naartoe? Bijvoorbeeld ouderen uit Schiedam-Zuid, die zeggen bijvoorbeeld vanuit Zuid is er een slechte ontsluiting met het openbaar vervoer. Dat klopt. Ja. Er zijn gewoon nog een aantal problemen op te lossen. We zijn natuurlijk de laatste maanden heel erg bezig geweest om te proberen toch stationketel te krijgen en een tramverbinding naar stationketel, zodat ook Spaarland en echt gebruik kan maken van het openbaar vervoer op een goede manier. Mm-hmm. Maar goed, de trein komt niet. Voorlopig in ieder geval. We zijn nog allemaal bezig, maar inderdaad, de Tweede Kamer en de minister die vinden het nog steeds niet zo echt nodig. Nou, de Tweede Kamer die kent zo langzamerhand wel een meerderheid die zegt van we willen het wel, maar het is even de vraag op welke termijn en hoe het er dan uit gaat zien. Wij hadden het zelf heel graag gewild. Ja. Hetzelfde geldt hier voor de Zuidverbinding. Daar moeten we ook iets Maar nou is de RET, denk ik, voor u een harde onderhandelaar. Dat is een zakelijk bedrijf. Dat zegt alles kan geregeld worden, mevrouw Vissers, maar u moet wel eventjes de centjes meenemen. Ja, ja. En dat is denk ik lastig. Ja,
Nou, dat is het groot probleem. Dus natuurlijk het grootste probleem is dat de stadsregio überhaupt veel minder geld mm-hmm. krijgt vanuit het ministerie om knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen. Ja. En een ander groot probleem is dat de RET ook met de vrije markt moet gaan concurreren. Ja. En dan krijg je natuurlijk heel andere bewegingen. Is er ooit aan gedacht om in Schiedam een soort, een klein vervoersbedrijfje zelf op te zetten? Ik door mensen die door omstandigheden geen werk hebben, bijvoorbeeld tijdelijk? Of zegt u van ja? Ja, nou ja, wij zitten natuurlijk nu heel erg in de stadsregio. Ja. En we zijn ook afhankelijk van de stadsregio als het gaat over van hoe plannen we in dit hele grote gebied mm-hmm. het openbaar vervoer. En daar hebben wij gewoon ook een stem in. Er zijn wel mogelijkheden. Ja, de buurtbussen, de belbussen. Ja. Ze verzinnen natuurlijk op allerlei terreinen van alles. Maar voorlopig proberen we toch nog steeds in stadsregionaal verband mm-hmm. voor elkaar te krijgen om ook onze verbindingen goed te houden. Want het is ook in het belang van, het ligt allemaal aan elkaar. Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland. Ik bedoel, wij zitten in die noordkant natuurlijk toch te wachten op dezelfde soort verbindingen. Ja. Ouderen in Schiedam die onder een bepaalde bijstand vallen of uitkering vallen, die krijgen gratis openbaar vervoer. Probeert u er toch naar te streven dat alle ouderen in Schiedam openbaar vervoer gratis kunnen krijgen? Het openbaar vervoer voor de 65-plussers. Maar ook als je, of zegt u van ja, dan moeten we toch het inkomen bij blijven betrekken? Het maakt het bijna onbetaalbaar. Het is al heel goed dat we het deze keer, ik ben er ook heel erg blij mee dat we het gewoon overeind hebben kunnen houden. Mm-hmm. Maar in tijd van bezuinigingen zijn dat natuurlijk de eerste zaken waarvan iedereen zegt van je moet dat nou zo nodig. Ja. Nou, we hebben het overeind kunnen houden, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. En we gaan met de RET echt kijken van of er niet een manier te vinden is om tegen iets minder kosten zo'n systeem wel overeind te houden. Ja. Wat mij betreft, ik denk dat zeker nu al helemaal niet aan de orde is. Mag openbaar vervoer ook gewoon gratis zijn. Ja. Maar dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Even het verkeer gebeuren. Het zou wel goed zijn. Het zou fantastisch zijn. Ja, we zijn ooit eens met een van de vorige gemeenteraden in Hasselt geweest. Ja, in België. Dat is een voorbeeld. Goed geregeld. Ja, maar dat is het voorbeeld. Hasselt heeft natuurlijk het voordeel dat het de ligging heeft een binnenring en een buitenring. En als het eenmaal aangelegd is, dan kan je daar makkelijker op anticiperen. Ja, klopt. Even nog terug. Binnenkort komt er vanuit de kant van de VVD een voorstel om in Schiedam Oost, met name de bestelbusjes van de Oost-Europeanen, om die, wanneer ze weer verkeerd geparkeerd staan, om daar maar eens een wielklem om te gooien. En dan na een dag ophalen en betalen. Is dat iets wat u aanspreekt als maatregel? Ja. Vorig jaar is er nog een onderzoek geweest naar de kosten die daarmee gemoeid zijn voor de gemeente. Mm-hmm. Want je moet dan continu mensen bij de hand hebben die eventueel de wielklem kunnen verwijderen, dus ook 's nachts. Mm-hmm. Dus het vraagt een heleboel inzet van werknemers, van personeel, om mm-hmm. te zorgen dat zo'n systeem werkt. En dan is het even de vraag of het genoeg oplevert om het zo in te voeren. Bent u er zelf een voorstander van? Ik ben er geen voorstander van. Maar we hebben wel een aantal. We zijn er wel beter op toe aan het zien dat er geen busjes parkeren die mm-hmm. gewoon te grote afmetingen hebben en daar dus echt niet horen. We proberen ook afspraken te maken met de uitzendbureaus van de buitenlandse werknemers om ervoor te zorgen dat ze de busjes elders parkeren. Mm-hmm. Er zitten allemaal haken en ogen aan, maar je kunt het wel proberen om het allemaal wat beter te regelen. Ja. We gaan een aantal onderwerpen even wat sneller doornemen. Vanuit GroenLinks gezien bent u natuurlijk altijd betrokken bij milieu en duurzaamheid. Ja, ja, ja. Wat doet u op het ogenblik heel concreet, waar bent u mee bezig in Schiedam op dat gebied? We zijn aan het onderzoeken hoe de distributie in de binnenstad op een duurzame manier plaats kan vinden. Waar denkt u aan? Met kleinere elektrische busjes. Er zijn allerlei oplossingen voor. Mm-hmm. Maar daar zijn we wel echt aan het bekijken. Ja. En ook aan het kijken of we dat goed kunnen doen. Binnen nu en 1-2 maanden komen er elektrische oplaadpunten voor auto's die op elektriciteit rijden.
We hebben het energieloket, daar zijn wij in de stadsregio de trekker van. Mm-hmm. En die ziet dus heel erg toe op energiebesparing, het aanwenden van duurzame vormen van energie. Ja, ja. Dus daar zijn we ook heel erg sterk mee bezig. Het stimuleren van het openbaar vervoer hoort daar natuurlijk ook bij. Ja. Dus in die zin is het ook handig dat ik verkeer en vervoer erbij heb in mijn portefeuille. Ik zit allemaal naar de kaart te kijken. Ja, zijn we meer bezig. U bent de kaartlezer, u leest de kaart. Wat? U leest de kaart. Ja. Ik kijk gewoon van, wij hebben allemaal de projecten. Ja. Maar die is zeer behulpzaam. Ja. En ik ben natuurlijk gewend om, als ik hier aan tafel zit, ook continu naar de kaart te wijzen van, kijk, hier hebben we het over. Is die dan voor u groen genoeg? We hebben natuurlijk een schitterend gebied, de Midden-Delfland, waar we aangrenzen met Ketelpark en Beatrixpark. Is fantastisch. We hebben prachtige parken, dat vind ik ook. Maar met dat Beatrixpark moet bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, toch eens wat gaan gebeuren. Ja. Zo gebeurt er helemaal niks meer in het Beatrixpark. Nee, maar daar zijn plannen voor gemaakt en dat is ook in uitvoering. En wanneer denkt u dat daar zichtbaar iets gaat gebeuren? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat er op dit moment niet zoveel gebeurt met dit weer, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, want je kan niet zomaar elke dag kappen en dat soort dingen meer. Maar ik heb begrepen dat herzien wordt, dat park. Ja. Bredere lanen, die kleine enge paadjes worden weggehaald, geloof ik. Ja. Want het zou zonde zijn om dat te laten liggen. Een van de andere pijlers waar u op draait, mevrouw Vissers, dat is cultuur. Ja. Ik heb u pas op het Stadserf nog zien schreeuwen voor cultuur. Ja. Is dat bitter om van cultuur te zijn en dan juist in een tijd als deze, wanneer er alsmaar ruziegeloos op allerlei cultuurvormen gesnoeid wordt, landelijk, om dan toch te proberen in de stad waarin u werkt, om het toch overeind te houden? Ja, ik vind, in Schiedam hebben we in ieder geval hart voor cultuur en hart voor kunst. En ik ben er ook wel trots op dat we het voor elkaar hebben gekregen om daar in ieder geval niet de harde klappen te laten vallen. Mm-hmm. En dat de keuze echt geweest is om de culturele infrastructuur in stand te houden, nog ruimte te houden voor nieuwe initiatieven. Mm-hmm. En goed te kijken van waar kunnen we dan wel op bezuinigen. Mm-hmm. Want dat is de vraag die u al een paar keer heeft gehoord natuurlijk. Er moet ergens bezuinigd worden. Hè? En dan is het moeilijk, dan kan je zeggen overal een beetje af. Of je kan zeggen, we stoten een aantal dingen af. Ja, klopt. We hebben er in ieder geval in eerste instantie niet voor gekozen om overal een beetje af te doen. Want dat schiet niet op. Ik bedoel, dan haal je waarschijnlijk de subsidie weg bij de kleine subsidies weg. Of te veel weg bij initiatieven die je juist heel goed vindt. En waar heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn. En waar heel veel mensen heel veel plezier aan beleven. Dat moet je allemaal niet hebben. Mm-hmm. Dus we hebben gekeken van waar gaat de meeste subsidie naartoe. En we hebben de grote instellingen er een beetje uitgehaald. Zo van kunnen we daar niet kijken of met wat efficiënter werkt. Zijn professionele instellingen. Mm-hmm. Of die met wat efficiënter werken die de nodige bezuinigingen op kunnen brengen. Ja. Zodat we alle andere zaken gewoon intact kunnen houden. Ja. Maar wanneer bijvoorbeeld... We zijn op dit moment heel erg bezig om een nieuwe cultuurvisie te maken. En dat wordt ook het eikpunt waarlangs we die grotere instellingen gaan beoordelen. Van wat is nou het belang voor Schiedam? Kunnen we misschien samenwerken op een of ander gebied? Eventueel ook over de gemeentegrenzen heen kijken. Kunnen we niet proberen om het samen voor elkaar te krijgen om... In ieder geval allerlei nieuwe dingen en projecten die lopen en allerlei zaken die gewoon belangrijk zijn, wel activiteiten zijn die echt bij Schiedam horen, gewoon te sparen. Ja, we hadden het onlangs op de radio, op Radio Schiedam hadden we het over de kunstenaar van toen en de kunstenaar van nu. Bent u met mij van mening dat de kunstenaar van nu toch ook een beetje zakelijk instinct moet hebben? Die moeten kunnen ondernemen. Ja, ik bedoel, het zijn creatieve ondernemers. Ik wil een kwastje en ik ga weer eens cultureel zitten doen. Dat kan niet meer. Dat kan niet. Dat is ook eigenlijk nooit goed geweest. Nee. Dat is voor de sector ook niet goed geweest. Hè? Van die grote magazijnen vol met kunstwerken die voor niemand gemaakt werden. Ik bedoel, dat kan niet. Nee. En we hoeven ook niet in het onderhoud te voorzien van kunstenaars. Nee, precies. Als het nodig is, natuurlijk wel. Dat geldt natuurlijk voor iedereen in Nederland. Maar ik denk dat je best mag verwachten dat mensen ook proberen
wat ondernemend te zijn, wat inventief te zijn met hun ideeën. Ja. Af en toe toch beter de aansluiting te zoeken bij van nou, wat zijn dan de zaken die misschien wel verkoopbaar zijn, zodat ik ook weer geld heb om een andere werk te kunnen doen. Bent u sowieso trouwens een voorstander van verkoop? Bijvoorbeeld het grote museum in Schiedam, daar liggen kelders, daar kan je heel je leven, zegt u van u afblijven, dat is allemaal, kijk wat je gekregen hebt gekregen, nee, dat mag je, zijn, niet, ja, mag je dat niet mag doen. Je niet verkopen. Maar er zitten toch er ook, zijn ook stukken bij die je gewoon nodig hebt om nog een heel goede collectie te hebben. Ik bedoel, daar moet je ook niet aan zitten, die gewoon belangrijk zijn voor collectievorming. Maar het is een natuurlijk niet zo dat je daar alles voor de eeuwigheid is. Ik bedoel, soms moet je ook gewoon werk verkopen om je ander werk aan te kunnen kopen. Ja. Dat is ook de normale gang van zaken hoor, ook bij ons museum. Ja, wel, dat denk ik ook wel. Ik wilde graag afronden, want we komen lang niet aan alle onderwerpen toe, maar dan blijft er altijd wat liggen voor de volgende keer. Ja, dierenwelzijn. En waarom eigenlijk kies ik daarvoor? Ja, we gaan weer de tijd tegemoet van het vuurwerk. Ik heb het vanochtend op school ook verteld dat. Kijk uit mee. Precies, Wat zijn betekent gewoon dat nou bang. Eigenlijk? Ja, precies. Ja. Maar wat betekent nou voor u? Wat doet u nou als wethouder dierenwelzijn? Ja, gaat u achter allerlei jongetjes aan die rotjes gooien naar dieren? Nee, dat is het natuurlijk niet. Wat doet u daarvoor? Nou, we hebben op dit moment hebben we daar geen actie op. Ik bedoel, als er. Maar het is inderdaad wel belangrijk om daar wel een soort publieksacties voor te hebben. Om mensen voor te lichten. Ja. En ze nog eens extra op te roepen om daar heel veel aandacht aan te besteden. Ja. Maar goed, jullie maar hebben ik een eigen rubriek. Morgen woensdag ben ik bij de dierenbescherming. Ja. Dus dan, maar goed, jullie hebben een eigen rubriek in het Stadsblad onder andere. Ja, en daar kun je dit soort oproepen gewoon heel daar goed in daar verwacht ik gewoon doen. Een grote foto van u met een strenge vinger van wie vuurwerk naar dieren gooit is van mij. Ja. Ik denk dat je daar hard op in... En houden ook thuis heel veel rekening mee. Absoluut, Laatste vraag die ik meestal, als ik het niet vergeet, aan alle wethouders stel is... wilt u zelf nog wat zeggen? Zegt u van, nou, dat vind ik leuk, daar ben ik mee bezig. Daar ligt mijn hart op het ogenblik. Daar geef ik dag en nacht de tijd aan. Nou ja, ik heb natuurlijk zoveel leuke portefeuilles. Kunt u de Schiedammers wellicht blij maken met iets, met een mededeling? Nou, dat is een helemaal onverwachte vraag. Ja, maar dat is de bedoeling ook een beetje. Ook, op dit moment... er gaan weer allerlei heel leuke activiteiten spelen in het kader van Kerstmis. Dus het toneelstuk, de winterfluisteraren, de lichtjesavond. Ja. Alles eromheen, de cultuur borrelt. Er zijn natuurlijk allerlei festijnen, ook in deze donkere maanden. Ja. En ik vind het gewoon hartstikke goed dat mensen elkaar tegenkomen. Ja. Mevrouw Wissers, ik ga u bedanken voor het gesprek. We zijn nog lang niet uitgesproken, maar we hebben in ieder geval een beginnetje gemaakt. Ja. Ik spreek u sowieso rond de jaarwisseling weer. Ik wens u in ieder geval op voorhand fijne feestdagen en bedankt voor dit gesprek. Nou, bedankt. Graag gedaan. Ja.